mensen, mijn naam is Jan en top dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb een briljant idee. Zoals ik al zei, welkom bij een nieuwe praatvideo. Vandaag ga ik het hebben over eigenlijk wel iets leuks. Ik ga de video's bekijken die de kinderen van mijn klas of mijn kinderen die naar mijn video's kijken. Hebben een paar video's alleen gezegd van ja, kijk die zeker. En ik wil uw reactie van weten. Eigenlijk was het een beetje mijn idee, maar ja, het boeit niet. De eerste video is van Noortje. Hier komt hij in beeld, normaal gezien. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en de zon die schijnt keihard. Ik ben blij dat jullie allemaal weer zijn. Komt wel allemaal rook uit mijn mond, dus het is nog wel koud buiten. Maar vandaag is een hele toffe dag, want we gaan de verjaardag vieren van de moeder van D. En we gaan dan ook naar het huis van D toe om even een heerlijke taart te eten en haar te feliciteren. Wauw, kijk dan, wat een heerlijke taart. En D heeft ook iets heel erg leuks. Lijkt wel een cadeautje trouwens, zoals je hebt. Oeh, dat wordt smullen. Lol. Verdomme. Oh, ik kon niet meer mijn hand voor mijn mond doen. Joh. Check dan een fucking coole kerstboom. Oh yeah. Kunnen jullie al zien waar ik ben, dames en heren? Ja, ja. Deetje, voor de mensen die nog niet weten, waar zijn we? Op Schiphol. En wie gaan we ophalen? Mika! Yay, de zus van Dee die nog steeds bezig is om haar halfjarige stage af te maken. Oké, dit was het Enzo Knol van Noortje Baert. 1 minuutje 30 heb ik gekeken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie de vlog verder willen kijken, zoek het zeker op. Enzo Knol was heel makkelijk. Vlog 845. Dan gaan we die op naar de tweede video die ik gevonden heb. Oké, dan is het nu tijd voor de volgende video. En die was van Arne Herwegen. Die zit ook in mijn klas. En die wou de 100 abonnees special zien van Astroplays. Astroplays zit ook in mijn klas. Hebben jullie ook gezien bij de top 10. En dan ga ik nu even die video opzoeken. Oké, hier is een video 100 abonnees special, dus ik ga ook 1 minuutje 30 kijken. Tijd voor een special video, 100 experts. Oh, mijn video staat er, wow. Oh, reality. Reality. Oké, dit was ook 1 minuutje 30 van Astroplays. Wil je nu deze video afkijken? Ook al duurt het een minuut heel lang meer. Check hem zeker. Hij zit in mijn klas. Hij is een heel goede YouTuber. 100 abonnees. Wow, je ziet het zelf. 100 abonnees, what the fuck. Daar wil ik ook naar gaan. Dus help me er zeker voor. Dan gaan we nu over naar de volgende video. Hoor ik het verkeerd? Hebben jullie al de video geliked? Nee?
Luister dan naar dit liedje. Geef me een like. Roe koekoe. Als je de video saai vindt, maar je het alsnog doet, geef me een like. Jee. Als je één video kijkt, maar dan toch weer wegklikt, geef me een like. Deze video wou Jolien graag laten horen. En het de video die ze wilt zien is... Sorry of... Zo denk ik van Justin Bieber. We gaan eens kijken. Die heb ik tenminste wel nog. Sorry, de videoclip van Justin Bieber. Oké, dan gaan we naar Sorry van Justin Bieber even kijken, hè. Zo, voilà, dames en heren. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot and have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem all myself tonight. Cause I just need to be made up, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oké, dit was de video van Justin Bieber. Ik hoop dat dingen blij is, Jolien blij is. Ja, dit was wel iets langer. Is it more than just your body? Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Het was misschien een korte video, maar ik heb ook nog wat studeerwerk. Ja, laat zeker een like achter. Justin Bieber fans, zeker een like achter. En Zoeknol fans, ook zeker een like achter. Astroplace fans, zeker een like achter, want hij is ook wel heel top. Iedereen is hier top. Oh ja. Mijn favoriete video is de parodie van These Games. Van What Do You Mean? Die zal ik ook nog heel even laten zien. Tot de volgende keer dan. Je moeder is een bakko. Ik zie je like niet. Dus like nu de video. Jee, geef me een like. Je vond de video leuk, waar blijft je like? Geef me een like, want ik zie hem nog niet. Waar blijft je like? Jij zou het ook doen, dus wat ik zeg, probeer het een keer, maak je me blij.